Hoi, dit is een filmpje over datatypes bij de Arduino. Als je programmeert, dan wil je vaak ergens een waarde instoppen en misschien een bewerking mee doen. Dus bijvoorbeeld optellen of delen door iets. Kan je bijvoorbeeld voorstellen dat je een afstandssensor hebt en die geeft een waarde terug. En die wil je omrekenen naar centimeter of zoiets. Hè? En dan moet je daar iets mee doen. Nou, er zijn verschillende datatypes in de überhaupt in de computertaal. Ik neem even de Arduino natuurlijk als voorbeeld. We kennen ook in ieder geval getallen bij wiskunde en weten dat er verschillende soorten getallen zijn. Je hebt bijvoorbeeld de natuurlijke getallen, die zijn, ik geloof dat 0 ook meedoet, en dan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Negatieve getallen, die horen daar niet bij. Je hebt ook de gehele getallen, die gaan van min heel veel tot min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, 4. En zo door tot oneindig. Dus dat zijn alle gehele getallen. Dus hè, dit is 0, 1, 2, et cetera. En dit begint bij, het begin is een beetje moeilijk aan te geven natuurlijk. Maar dit is natuurlijke getallen plus alle negatieve getallen. En dan heb je ook nog de reële getallen, wat moeilijker is om daar een lijstje van te zetten. Maar dat zou je kunnen. Hè, dat zijn zowel alle breuken als dingen zoals wortel 2, die een oneindig repeterende aantal decimalen heeft. Maar is wel iets wat we op een getallenlijn kunnen voorstellen. Dus je hebt hier 0 en 1 en min 1 en getallenlijn. Nou, alles wat op deze lijn zit, kun je aanduiden met een reëel getal. Bij de computer en dus ook bij de Arduino werkt het op een hele specifieke manier. Je hebt in het geheugen heb je een aantal posities. En al die posities die kun je 0 of 1 maken. En daar moet je het mee doen. Je kunt wel zeggen ik neem wat meer geheugen of ik neem wat minder geheugen, maar je hebt altijd iets, gewoon een vast aantal cellen die 0 of 1 kunnen worden. En hoe je dan daarmee omgaat, bepaalt wat voor soort datatype je het noemt. Je kunt afspreken dat je altijd blokjes neemt van 4. En dan heb je dus een 4 keer, je hebt een 0 en 1. Of tenminste, je hebt 4 dingen die een 0 of een 1 kunnen zijn. Dat noemen we 4 bits. En dan zeggen van ja, dat lezen we als een getal. Of dat lezen we als misschien zelfs wel een letter of zoiets. Dan heb je een tabelletje die dat ene in het andere vertaalt. Dus die 0, 1 vertaalt in bijvoorbeeld de A. Dus je zou bijvoorbeeld kunnen zeggen A, dat is 0, 0, 0. En B is 0, 0, 1. Dat is een manier waarop je dat zou kunnen doen. Nou, die manieren die zijn vastgelegd in een bepaalde standaard datatypes. En de int, die zijn we alle tegengekomen, die is het simpelst. Die lijkt het meest op de gehele getallen z. Maar is niet precies hetzelfde, want ja, die int die is beperkt. Want we hebben maar een beperkt stuk van het geheugen wat we reserveren voor een int. Stel dat je bijvoorbeeld zegt, we hebben een integer x en we beginnen met dat die laten we zeggen 3124 is, zoiets. Dan kunnen we dat mooi in het geheugen opslaan. Hè. Je kan een binair getal voor uitrekenen, dat in het geheugen plaatsen. En we tellen er wat bij op en bij op en bij op. En op een gegeven moment dan past het getal, wordt het getal zo groot dat het niet meer in het geheugen past. Dus dan krijg je een probleem. Wat er dan gebeurt, ga ik zo toelichten. Want er is nog iets om te om je te realiseren. Een integer mag ook negatief zijn, hè? Want het kwam overeen met de gehele getallen. En hoe zet je dat nou in het geheugen? Want je kan wel een binair getal uitrekenen, maar waar komt dat minnetje dan terecht? Nou, wat er in het geheugen gebeurt, is dat die eerste cel die wordt gebruikt voor het teken, het min of plus teken. En de rest, dat wordt dan gevuld met wat het ook mogen zijn, hè, de binaire representatie van dat ene getal. Hè, binair is met alleen nulletjes en eentjes. En hier
Ja, er staat dan een teken in. Als het positief is, is het geloof ik een 0. Zou ook een 1 kunnen zijn. En je kan je wel voorstellen dat daar ook een probleem ontstaat op het moment dat ik ga optellen. En dit worden allemaal eentjes en ik moet er nog eentje bij optellen. Nou, dan volgens het optellen wordt deze, wordt dat sign dingetje, wordt dat een 1. Want dat is zoals je optelt. En dan wordt je getal opeens van het hoogste positieve getal wat je hebt, wordt het laagste negatieve getal wat je hebt. En zo werkt het daadwerkelijk. Je kunt het opzoeken in de language reference bij welke waarde als je er een bij optelt, dat die negatief wordt. Dus dat moet je in de gaten houden. Nou, om precies te zijn, je kunt hier tot 2 tot de macht 15 gaan. Dus dat is best een groot getal wat erin past. Maar hè, er worden dus 15 bits gereserveerd plus nog eentje voor het teken. Je moet wel uitkijken bij hele grote getallen. Een ander probleem bij gehele getallen of bij integers wat kan ontstaan is dat je een deling uitvoert bijvoorbeeld. En als ik het volgende heb, ik heb bijvoorbeeld int x is 2 en ik heb int i, die maak ik 3. En dan maak ik een nieuwe int z, die is bijvoorbeeld x gedeeld door i. Wat je dan krijgt is 2 gedeeld door 3 en het moet in een geheel getal gestopt worden. En bij programmeercode werkt het zo dat dit afgerond wordt naar beneden. Het wordt altijd naar beneden afgerond, dus dit levert 0 op. Terwijl je 2 derde verwacht, zou je misschien omhoog willen afronden, maar de Arduino-code die rond dat altijd af naar het laagste. Als je het andersom doet, je hebt bijvoorbeeld int p en die is i gedeeld door x, dan krijg je dat dat is dus 3 gedeeld door 2, wordt naar beneden afgerond, 1,5 wordt naar beneden afgerond, wordt een 1. Dus dat is wat er gebeurt bij integers. Nou is er wel een manier natuurlijk om iets met breuken of komma-getallen te doen. En dat is de float. Float is zo genoemd omdat het een floating point heeft. Dus ergens hier wordt een punt neergezet. En verder is het eigenlijk gewoon een int. Wat langere, er wordt wat meer geheugenruimte voor gereserveerd. En ergens weet hij van oké, daar zit een decimaal punt. Dus daarmee kun je wel dit soort breuken dit soort bewerkingen of de orde van 2 kun je daar wel in opslaan. Al is het altijd een afgeronde waarde. Je moet je realiseren, er is altijd maar een beperkt gedeelte van het geheugen wat gebruikt wordt. En ook hier kun je hebben dat als je door de bovengrens bij een negatief getal uitkomt. Dus dat is de float. Lijkt het meest op reële getallen, maar je moet je realiseren dat er maar een bepaald aantal decimalen beschikbaar is. Iets in de orde van 32, geloof ik. Byte is dan een soort van int die zegt van nou, weet je, wij hebben niet zoveel. Dit getal kan nooit negatief worden en we hebben niet zoveel ruimte nodig. We tellen van 0 tot 255. En dat is bijvoorbeeld een handig datatype om te gebruiken als je een getalletje hebt wat toch niet heel groot wordt. En ook niet negatief wordt. Dus dat is een datatype om te gebruiken als je rekening wil houden met hoeveel geheugen je gebruikt in je programma en niet zoveel nodig hebt. Een ander specifiek datatype waarbij je eigenlijk maar 2 waarden kan hebben is naar ene meneer Boole vernoemd, van Booleaanse algebra, van logica. Een Boolean die kan alleen maar true of false zijn. Een Boolean kun je ook een getal aangeven. Je kan hem 0 maken. Nou, dan is hij vals. En bij elk ander getal, als je bijvoorbeeld zegt ik definieer een boolean en die noem ik b en ik zeg die is 2, dan ben je eigenlijk niet zo netjes bezig, maar dan noemt hij dat true. Dus je kunt beter gewoon zeggen hop, wegvegen en ik maak mijn boolean true, want dan hou je je aan de conventies. Nou, naast dat je wil rekenen met getallen, dingen wil meten, et cetera, kan het ook zijn dat je dingen wil schrijven. En daarvoor zijn eigenlijk wat verschillende mogelijkheden. De GAR is een één karakter
één character, dus een char zou je misschien in het Engels moeten noemen. Die kun je definiëren als bijvoorbeeld, ik heb hem even C genoemd. En misschien dat ik daar de letter Z in wil opslaan. Dus die moet met kleine haakjes, of hoe noem je dat? Haakjes? Nee, het zijn apostrofs. Definieer je zo een karakter. En die kan je ook bijvoorbeeld laten printen. En dan met printen bedoel ik dat je hem naar je debugger schrijft. Hè? Dat je dan kan lezen wat hij doet. En het kan zijn dat je bijvoorbeeld wat meerdere karakters achter elkaar wil definiëren. Dan maak je gebruik van iets wat een array heet. Je zou ook een array, dat kan bij elk datatype kun je dat gebruiken. Dus een array is eigenlijk niet zelf een datatype, maar als je die haken erachter zet, dan zeg je van ik heb een lijstje van dingen. Het zou bijvoorbeeld gebruikt kunnen worden om een woord in op te slaan. Dan zeg je ik heb gaan we dat even hiernaast schrijven. Wat is een handige plek daarvoor? Even kijken. Dus een voorbeeld hiervan is ik heb een char en die noem ik woord. En die is dan, nou bijvoorbeeld zee. En nu moeten er dus van die haken bij. Hier een haak. Oh. Haken open, haakje openen, haakje sluiten. Dus dan kan je dat hele woord kun je aanroepen. Maar je kan ook zeggen, ik wil bijvoorbeeld woord 1 hebben. Dan pakt hij daar één van die letters van die serie. Nou, hij begint met tellen bij 0. Dus dan zou dit 0, 1, zou hij hierbij een E geven. Dus dat is een array. Dat kan je ook gebruiken om bijvoorbeeld een lijstje met integers op te slaan. Als je bijvoorbeeld een vector hebt, dan kan je die opslaan als een x en een y-component. En dan kan je zeggen int x, haakje open, haakje sluiten. En dan dus twee getallen definiëren. Dat zou er zo uitzien. Even kijken, dat plaatsen we hier. Int vector, noem maar even v. Zo. Is, en dan gebruiken we haakje openen, dus een accolade openen. En dan is die bijvoorbeeld 2, 7, haakje sluiten. Dus dan is het een vector die bestaat uit twee integers. Nou is er nog een laatste datatype waar ik stil bij wil staan. En dat is een string en die is met een hoofdletter geschreven. En hij is met een hoofdletter geschreven omdat hij gedefinieerd is als een, ja, wat we een object noemen. En een object heeft eigenlijk een heleboel handige functies al met zich mee. En een string kun je vertalen als een streng van karakters. Dus een string is eigenlijk niks anders dan ja, een lijstje chars, een woord bijvoorbeeld, of een zin mag het ook zijn. En een string is, ja, wordt heel veel gebruikt voor tekst, omdat het wat makkelijker mee te werken is dan zo'n lijst characters zoals deze. En dat komt met name doordat er allerlei handige functies voor gemaakt zijn. Bijvoorbeeld strings, dat je ze de eerste 15 letters ervan neemt. Of dat je er een stukje van af wil knippen. Of dat je hem samen wil voegen met een andere string. Nou, daar bestaat allemaal al code voor. En dat kun je allemaal terugvinden in de language reference. Dus dit is even een korte introductie op wat verschillende datatypes. We hebben ze niet allemaal gehad, er zijn er nog meer. Maar dit is wel even genoeg om mee te beginnen. Dat was het. Doei!